Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor jullie, want ik ben weer naar de Action geweest. En ik heb daar weer lekker wat dingen ingeslagen, zoals ik eigenlijk altijd doe. Ik moet wel zeggen, er was heel veel op. Excuseer, ik heb een beetje last van mijn stem. Maar ik heb dus niet alles kunnen meenemen. Maar dat komt dan de volgende keer wel weer. Ik weet dat ik ook nog een dagje met Nathalie wil plannen. Dus misschien dat we dan ook nog wel even naar een Action gaan. Maar dat zien we dan wel. Voor nu heb ik in ieder geval toch wel weer een aantal leuke dingen kunnen kopen. Die ik zeker even met jullie wil delen. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten. Mocht je benieuwd zijn wat ik zoal heb gekocht bij de Action, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met deze laptop sleeve. Deze heb ik gekocht en voelt nu een beetje nat aan. Tijgertje heeft er net aan zitten likken. Ik heb deze ook al voor mijn tablet gekocht. Die heb je in mijn vorige shop nog kunnen zien. En ik wist dat ze hem ook voor de grote laptop hadden. Hij is 15 inch. Daar past mijn laptop in. En ik vond het wel leuk om dat gelijk te hebben. Dus ik heb deze meegenomen. Hij is van Cosmopolitan. Het is wel zo dat je hem er zo in moet doen. Degene die ik nu heb, die kun je echt helemaal rondom doen. Alleen, die wordt wel heel slecht. Die is ook heel erg oud. Dus ik heb gewoon even deze gekocht. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk dat deze weer aansloot bij die van mijn tablet. Dus deze heb ik als eerste gehaald. Dan heb ik eventjes weer een Dove toestel gehaald. Ik gebruik deze heel graag. Dit is de komkommer en groene thee. Was nu in de aanbieding, dus ik dacht, nou weet je, die ga ik ook gewoon gelijk inslaan weer. Dus ik heb gewoon weer eventjes een nieuwe gehaald. Die zet ik gewoon weer lekker boven neer. Dus heb ik gewoon weer even voorraad, want ik hou heel erg van voorraad. Als je mijn video's vaker ziet, weet je dat past inmiddels ook wel. Dan heb ik 3 kattenbakjes gehaald. Ik zweer bij deze bakjes voor mijn katten. Ik geef hier altijd hun zachte vlees in. En ja, deze zijn gewoon heel fijn. Je kunt ze heel makkelijk afwassen. Het probleem is dat ik er nu eigenlijk gewoon 3 had. Dus voor elke kat 1. En ik merkte gewoon dat ik dat eigenlijk te weinig vond. Dus ik dacht, ik neem nu weer even 3 mee. Ze hadden er ook nog 3 andere kleuren. Dus als ik de volgende keer weer bij de Action kom, sla ik er weer even 3 in. En dan heb ik gewoon even een voorraadje. Alleen het opbergen is voor mij een beetje lastig. Want ik heb niet heel veel opbergruimte. Maar goed, ik heb dus een blauwe. Een rode. En een zwarte. Ze hadden ook nog wit, grijs en groen. De volgende keer zou ik voor die kleuren gaan. Maar in ieder geval weer eventjes 3 kattenbakjes. Zodat ik hun ook weer even blij moet maken. Dan heb ik ook wat knutseldingen. Ik doe het wel een beetje door elkaar. Want alles ligt door elkaar in de tas. En dit zijn patronenkartonnen. En deze zag ik nieuw staan. Ik wilde eigenlijk die kleine boekjes hebben die ik al vaker heb gehaald. Maar die hadden ze niet. En dit zijn deze. Good Heart Keeps Your Beautiful staat hierop. It's never too late. Dat is allereerst deze. En hier zitten dus gewoon weer van die kartonnen patronen in. Met dit. En er zit ook weer, kijk, dus dit soort velletjes zitten erin. Hele leuke boekjes. Ik ga ze niet allemaal laten zien, maar dit zijn hele leuke patronen. Dit is een beetje een leger patroon. Zou je hier wat meer over willen zien? Misschien eventjes het complete boekje. Laat het dan even weten in de comment, want dan kan ik het altijd even in een vlog doen. Maar dat is dus deze. Dan heb ik er ook eentje met een beetje paarsachtige kleurtjes. Ik zag die 4 liggen. Ik heb ze ook gewoon gelijk alle 4 gedaan. Dus dat is dit bijvoorbeeld. En dit soort vellen. En hier kun je ook gewoon heel erg leuk mee bullet journalen. Ik vind dit soort boekjes gewoon altijd super leuk. Dan heb ik ook nog deze. En daar zitten dit soort velletjes in. Dit is weer een folietje. En ja, een beetje dit soort patroontjes. Die. Dan nog deze, want ik heb er gelijk ook 5 gehaald. Want die zag ik ook. En dat vond ik gewoon gelijk leuk. Deze vond ik heel erg tof met een ballon. Ik heb zelf heel erg veel met ballonnen. Ik ben er ook gewoon meerdere malen in geweest. Dan zit dit bijvoorbeeld weer in. Nou, superleuke boekjes. En als laatste is deze. Deze vind ik ook wel heel erg tof. Want daar zitten dit soort patronen in. Be happy. En nou ja, je hebt eigenlijk een patroon. Er zit hetzelfde velletje zit erin. Zoals ik het nu bekijk. Het zijn gewoon hele leuke velletjes. Gewoon superleuk om mee te bullet journalen. Dan heb ik ook eventjes een A3 mat gehaald. Eigenlijk is het een snijmat. Maar ik wil deze gewoon eronder gaan leggen om op te bullet journalen. Of als ik iets moet plakken of knippen. Ik zit nu altijd met kranten te clearen. Nou, dan heb ik gewoon even zo'n mat gehaald. Nathalie zei dat het niet hele handige matten waren. Zij heeft hem. Zij zei van, ik zou het je afraden. Maar ik was toch zelf wel heel erg benieuwd. Ik zag ook steeds op de Instagram pagina voorbij komen van Decotime. Dat ze deze mat gebruikt. Dus ik dacht, nou, ik wil er toch wel heel graag eentje hebben. Dus dan heb
ik ook meegenomen. Dan een hele belangrijke, dat is deze dromenvanger. Ik heb natuurlijk heel erg last van nachtmerries. Toen kreeg ik al eens een tip van probeer eens een dromenvanger. Ik weet niet of dit gaat helpen tegen de nachtmerries, maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk. Dus deze ga ik gewoon lekker neerzetten. Ik heb voor een zwarte gekozen. Je had ook een rode. Maar ik ben toch wel meer van het zwarte. Nu zitten dus gewoon veertjes aan. Die ga ik bij mijn slaapkamer hangen, boven mijn bed. Dan gaan we eens kijken of we minder nachtmerries hebben. Dus dat is deze dromenvanger. Dan heb ik een storage box gekocht. En hier wil ik misschien deze blokken in gaan bewaren. Ik weet nog niet precies waar ik hem voor wil gaan bewaren. Maar het is wel voor in mijn la, zeg maar, van mijn knutselhoek. Het is best wel een grote box. Ik denk dat het A4 formaat is. En hier kun je dus gewoon spullen in doen. Ik had er eigenlijk nog eentje willen hebben, maar ze hadden niet zo heel veel keuzes. Dus ik heb er nu eerst één meegenomen. Dan haal ik er later nog één bij. Ik ben nog met Nathalie van plan om een hele knutselhoek bij mezelf te gaan maken. En ik denk dat dit dan heel goed van pas komt. En ik kreeg van haar ook deze tip om zo'n box te halen. Dus die heb ik nu ook gekocht. Deze is gewoon zwart met sterretjes en dat vind ik ook gewoon wel heel erg leuk. Ik hou heel erg van zwart. Dan heb ik een setje pennen en dit zijn soort van glitterpennen. Ze schrijven gewoon blauw, er zit gewoon een soort van glitter effectje in. Vond ik wel heel erg leuk. Het deed mij een beetje denken aan, het zijn hele dure pennen. Ik weet alleen zo even de naam niet, maar die lijken hier heel erg op. Natuurlijk zijn deze veel goedkoper, want die pennen nou, die waren heel erg duur. Mocht ik de naam nog weer gaan vinden, zal ik hem even hier in beeld neerzetten. Maar ik vond dit gewoon heel erg leuk met dat glitter effectje in. En ja, pennen heb je eigenlijk nooit genoeg. En ik heb voor roze en paars gekozen, want ik vond dat gewoon de leukste kleur die ze hadden. Dan heb ik een boek gekocht en hier zit papier in. Dit is karton. Hier heb je zwart karton, dus ook van mijn bullet journal. Maar je hebt ook gewoon dit soort karton en witte vellen. En ja, dit leek mij gewoon heel erg handig, want hier kun je ook bijvoorbeeld op dat zwart kun je heel erg leuk met een witte pen schrijven. Ik zag dat Nathalie dit heel veel gebruikt in haar bullet journal. Ik vond het zo leuk dat ik gewoon gelijk iets had. Als ik bij de Action kom, wil ik ook zo'n boek hebben. Ik weet niet of dit hetzelfde boek is als wat zij heeft, maar ik zag alleen deze. En ja, hier zitten wel de kleuren in die ik graag wil gebruiken. Dus hier zitten gewoon aardig wat vellen in. Ik sta niet op hoeveel vellen erin zitten, maar je hebt echt wel heel veel velletjes. Er zit zowel papier in als karton. Dus ik denk dat dit witte is gewoon echt meer papier en dit is dan meer karton. Dus een heel erg leuk boek. Dan heb ik ook glitters gekocht. En dit zijn glitterpotjes met 5 kleuren. Dat is ook van DecoTime. En hier kun je ook gewoon ja, leuk wat mee in je bullet journal doen. En ik weet nog niet hoe dit gaat werken. Dat ga ik even aan Nathalie vragen. Ik denk dat zij hier vast een goede oplossing voor heeft. Maar ik heb dus deze met zwarte en zilveren kleuren erin. Ik heb meer potjes. Ik zal ze eventjes optuigen in deze tas. Nu zijn we met deze potjes aan de gang. Dan heb ik deze met paarse kleuren en roze. Vond ik ook heel erg tof. Ja, het zijn gewoon glitterpailletjes. Gewoon super leuk. Dan heb ik ook echt met gouden details. Super leuk. Ik denk echt dat je hier hele leuke dingen mee gaat doen. Maar zoals ik al zei, ik ga het gewoon even met Nathalie bespreken. En volgens mij is dit de laatste. Dat is met blauwe en een beetje groen erin. Dus echt hele leuke potjes. Volgens mij zit hij een beetje los, dus hier moet ik even meer uitkijken. Ik weet niet precies hoe we dit gaan bewerken, maar dat ga je vast nog in een vlog zien. Want ja, ik vlog het ook heel vaak. Dan heb ik even watjes gehaald. Het zijn van die grote watjes. Die vind ik ook wel heel erg fijn voor mijn gezicht bijvoorbeeld. En ik merk dat je ze eigenlijk nergens anders kunt kopen. Supermarkten hebben ze niet. Ik heb ze nog nooit bij het Kruidvat gezien. Nu was ik bij de Action. Ik dacht, nou, ik neem gewoon even een pakje mee. Dit vind ik wel heel erg fijn. Dan heb ik ook van deze clips gekocht. En dit zijn van die haarklipjes. Kun je haar mee wegsteken. Wat heel erg handig is als je bijvoorbeeld je haar wil krullen of wil stylen. Ik heb heel veel haar. Dus ik heb altijd ja, echt wel van dit soort clipjes nodig. Omdat ik echt mijn haar goed op moet steken. Er zitten er 4 in. Ik heb 2 bakjes gehaald zodat ik er 8 heb. En met mijn haar heb ik gewoon meer nodig. Dus dat zijn deze haarklipjes. Dan heb ik nog een spiegeltje gekocht en deze wilde ik ook al heel erg lang hebben. Leek me heel erg leuk. Misschien kan ik hem wel ophangen. Hang ik hem in de gang of zo neer. Dat weet ik niet. Moet ik nog even naar gaan kijken. Maar ik vond dit gewoon een heel erg leuk patroontje. Dus ja, ik kwam hem nu tegen. Ik dacht, dan neem ik hem gewoon mee. Dan heb ik een aantal maskertjes. En allereerst heb ik de Foot Socks. Dit zijn ilt sokken. Ik had hier al heel veel over gehoord. En ik was wel benieuwd, aangezien ik heel erg last heb van ilt, dacht ik, nou, misschien werkt dit wel. Volgens mij, verzakt de voeten zonder ilt.
Er zit een speciale gel in en die zorgt voor nieuwe huidcellen op je voeten. Na 7 tot 5 tot 7 dagen laat het eelt geleidelijk los. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit werkt. Ik dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Dan heb ik een under eye mask. En deze kun je onder je ogen doen. Ik denk ook voor wallen dat dit gewoon heel erg lekker kan zijn. Je moet het 15 tot 20 minuten laten zitten. En dan masseer je vervolgens de resterende serum in je huid. Dus ja, dit leek me wel heel erg lekker om gewoon eens een keer te proberen. En ik heb ook nagelriemmaskers gehaald. En dit zijn een soort sokjes die kun je om je nagel of om je vingers doen. En dan worden je nagelriemen lekker zacht. Mijn nagelriemen die zijn best wel droog. Ik doe wel vaak met olie, maar dit lijkt me ook gewoon eens een keer lekker. Gewoon lekker bij een soort van beautymiddagje om gewoon eens ja, jezelf even helemaal te verwennen met allerlei maskertjes. Dus ik dacht, nou, het leek me ook wel lekker om gewoon eens te proberen. Misschien werkt het wel, misschien ook niet. Dat ga ik vanzelf meemaken. Dan heb ik ook nog eventjes deze Dove gehaald. Deze was ook in de aanbieding. Ik had hier nog wel een backup van staan, maar die van mij die raakte op. Ik zag nu dat hij in de aanbieding was. Ik dacht, ik neem hem gewoon mee. Deze vind ik gewoon heel erg lekker. Hier zit chia butter en vanille in. En dit werkt voor mij altijd heel goed. Is voor een droge huid. En daar heb ik best wel last van. Dat is deze Dove. Dan heb ik nog een gum gehaald. Ik wilde al heel lang een grote gum en nu hadden ze ze weer. Ik heb met Love gedaan. Je had verschillende soorten. Ik heb nu vooral kleine gummetjes, maar grote leek me heel erg handig. En ik denk dat ze deze alleen in schooltijd hebben. Dus het leek me gewoon heel erg handig om bij mijn bullet journal te gebruiken. Even kijken, want ik ben volgens mij alweer bijna toe aan die laatste spulletjes. Jazeker. Dat is washi tape. Allereerst heb ik deze washi tape gehaald nog. Deze vond ik heel erg leuk. Hier staat BFF, Be Happy op, geloof ik. Kan ik niet helemaal lezen. Je hebt pijltjes en je hebt een soort van vlakketjes. Dus deze vond ik wel super leuk. Ik ben dol op washi tape. Dus ja, beter kun je het niet krijgen. Het is met metallic. En je had nieuwe setjes. Zitten er hier 24 in? Ja, 24. Dit zijn ja, hele leuke washi tapejes. Je hebt shopping staat hierop, hartje, oogjes. Nou, je hebt er van, ik zie lippenstiftjes, ik zie pumps. Ik ga hier heel erg goed op. Dat waren deze nieuwe setjes. Nathalie had ze al gekocht. Toen dacht ik, oh die wil ik ook. Zodra ik bij de extra kom, ga ik ze meenemen. Dus dat is deze. Dan heb ik ook deze. Je hebt afgewisseld met dunne en dikke bandjes. Dus echt hele leuke washi tapejes zitten erin. Ja, hier kun je gewoon lekker mee bullet journalen. Dus super leuk. En de laatste is ook een beetje metallic met blauw en paars. Deze vind ik ook heel erg leuk. Dus ik kan weer even lekker vooruit met tape. En uiteraard had ik ook weer eventjes een shopper gekocht. Want ik was weer een shopper vergeten. Dat is het laatste wat ik heb gekocht bij de Action. Dan waren dit alle spulletjes die ik deze keer heb gekocht bij de Action. Zoals ik al zei, er was best wel wat dingen op. Ik had nog wat dingetjes op mijn lijstje. Dus ik hoop dat ik de volgende keer meer geluk heb. Dat het dan wel aanwezig is. Ik kan nu in ieder geval, ik heb een lijstje gemaakt om telefoonspulletjes die ik nu heb gekocht. Die kunnen eraf. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben heel erg blij met mijn aankopen. Dus ik vind het ook leuk om ze weer te gaan gebruiken. Ook vooral het knutselgedeelte. Daar ben ik toch wel heel erg van. Dat vind ik nu ook gewoon echt super leuk om bij de Action naar te kijken. Dus daar ben ik gewoon heel erg mee bezig. Ik ben benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Laat me dat zeker even weten. Nogmaals, mocht je benieuwd zijn naar die blaadjes in dit boek, laat het dan eventjes weten. Dan kan ik het altijd nog even in de vlog laten zien. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren? Dit kan weer op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar dit kan ook even op mijn kanaal zelf. En vergeet dan even niet om dat belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!